What the fuck, een piramide, joh, wat? Oh shit, er zit ook nog iemand. Oh! Nee! Oh my god! Jongens en mensen, super leuk dat jullie kijken. Dit is een gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal Games for Real. In deze video, jongens, gaan we lekker met de nieuwe Veggie skin spelen. Dat is natuurlijk, hij ziet er best wel vet uit. Hij lijkt een beetje op een arrestatieteam mannetje. Dat is ook de reden waarom ik hem heb gekocht. Ik vind namelijk arrestatieteam, politie, wat dan ook, gewoon, ik vind dat best wel interessant en sick om het altijd te zien. Dus ik dacht van, weet je, deze skin is eigenlijk best wel vet om te kopen. Dus ik dacht van, weet je, we gaan gewoon lekker een video doen met deze mooie skin. En ik ga gewoon een keer hier landen, weet je. Ik land hier eigenlijk nooit in Tilded. Ik zie een gasnade en dit is ook eigenlijk volgens mij de reden waarom ik hier nooit land. Ik hoor wel een kist. Waarom kan ik dit niet hakken? Wat is dat nou weer? Oh my god, onzin. Oké, geef me die. Oké, geef me alsjeblieft een goed wapen. Een Scar. Oké, SMG. Kan ik mee leven? Kan ik mee leven? Oh shit, ik heb geen shotgun. Oké, we hebben een minis en een SMG. Hier moeten we het mee doen, jongens. Hier moeten we het gewoon mee doen. Oh my god. Oké, ik ga toch maar even... Oh my... Worden wij nou onder... Er zit in ieder geval een gozer boven ons. Hallo! Doei, Pink. Oh god, lekker handig. Au. Oké, chill. Dat was op zich best wel easy. Die kerel had niks anders kunnen vinden dan gasnades. Ja, dat had ik dus ook al door. Daarom ging ik naar beneden toe om wel een wapen te zoeken. Maar oké, dankjewel. Die medkit neem ik zo meteen wel in, want ik moet eerst even een beter wapen zien te vinden. Gast, deze kerel heeft alles lopen zoeken, maar er is gewoon geen ander wapen dan die SMG hier. Dat is best wel kut voor die gast, nou. Helaas, helaas. Ik zie hier wel een grote pot. Kijk eens aan. Die hebben wij wel even nodig, hoor. Dankjewel, dankjewel. Oké, chill. Qua shield zitten we prima. Qua wapens echt totaal niet, gewoon. Echt letterlijk. Dit. Oeh, shit. Jij hebt een sniper. Ik word weer geraakt van... Wat was dat? Oh. Snel, pak de Scar. Volgens mij had hij ook nog een sniper, ouwe. Ja. Chill. En minis. Oh, en een pump. Fuck. Dank je. Oh, shit. Ah! Grote pot. Kut, ik kan het allemaal niet innemen, jongens. Oh, god. Doei, vriend. Muscle, surprise. Oké, let's go. Grote pot. Alright, er zitten allemaal mensen op de bergen te schieten en op de daken. Ik zit dus een beetje chill hier, dus dat is wel lekker. Zou ik die medkit... Oké, ik neem het in. Hoppakee, goeiemorgen. Wat een goede wapens opeens, jongens. Even mijn telefoon aan de kant. Ik zie allemaal dingetjes daarop. Alright, chill. Wat is handig? Ik denk de grappler, hè? Zullen we die... Ja, fuck it. Let's go. We nemen de grappler mee, jongens. Oké, dit is mijn enemy. Niet schijt aan dat dan even. Oké, chill. We hebben nu... Kijk, nou kunnen we praten, jongens. Nou hebben we... Oh. Oké, fuck it. Ik neem de minis weer mee. Ik weet niet, man. Minis is zo handig. Je kan natuurlijk gewoon weer even snel weer HP'tjes erbij krijgen. En ja, die grappler is wel chill, maar... Minis, gast. Het zijn er vier, weet je. Dat is best wel wat. Oké, even zien. Die kerel daarboven. Zit hij daar nog? Nee, die is naar beneden gegaan. Oh, god. Die heb ik flink geraakt, hoor. Dat is een... Oké, ik ga naar hem toe. Oh, dat was niet goed. Dat was heel... Ja, jullie... What the fuck? Hallo. Die kerel ketsen op die lantaarnpaal die dus... Oh shit, die hier stond zo. Dat was wel iets te exciting. Oh, sorry, wat was dat dan? Yo, what the fuck, ouwe. Die kerel klettert gewoon vol op zo'n lantaarnpaal. Ja, vriend, dan kan je even niet meer alles op een rijtje krijgen. Ik zie hier een gouden Scar, die moet ik even hebben. En gewoon lekkere gouden wapens, jongens, dank u wel. Zo, even een onderbreking tussendoor. Toen ik deze gouden Scar oppakte, ik heb werkelijk geen idee. Waarschijnlijk was die Scar behekst of zo. Liep mijn cam vast, dus ik heb dus de rest van het potje dat niet doorgehad. Waardoor mijn webcam dus freeze. Dus ik de hele tijd op één punt stil stond gewoon. Ja, dat was dus best wel kut. Natuurlijk, deze video was super sick. Ik heb echt lijpe plays en ik had het dus niet door dat mijn cam... niet meer deed. Dus jullie zien nu de gameplay verder zonder cam. Uiteindelijk op het einde had ik het door. Wist ik het nog even snel te fixen. Dus op het einde heb ik wel weer mijn facecam. Maar jullie zien nu dan helaas de helft van de video zonder webcam. Dus sorry daarvoor. Ik heb geen idee waar het aan ligt. Maar dan weten jullie dat even. Dus ja, ik hoop dat jullie de video alsnog leuk vinden. Dus let's go met de video. Volgens mij is hier dan iemand nog... Nee, dat was het enige loot die hij had. Oké, het zal wel. Er is iemand op Trump Tower dood gegaan, jongens. Oh shit, hij zit net daarachter. Ik heb geen glider, man. Zullen we het gewoon met die quad proberen? Fuck it, ik ga het doen. Wacht, even een ramp hier. Hoppakee. Dan gaan we met die quad. Ga ik proberen op Trump te landen. Fuck it, dan gaan we die kerel een one pump geven. Let's fuck it. Let's do this. Kom op, halen we het. Oh shit, dat gaat te ver. Fuck, nee. Oké. Ik krijg shield damage. Dat is ook voor het eerst. Is dat nieuw? Ik krijg geen groene bar damage. Ik weet niet hoe ik het anders moet noemen. Maar shield damage als ik met die quad... Damage bak? What the fuck gebeurt er allemaal, jongens?
Tilda Towers is weer zo herrie als ik weet niet wat. Alleen waar zat die herrie? Dat is de vraag. Is hier wel een launchpad, jongens? Ja, die wil ik even meenemen. De muur hakken. Let's go. Waar is die kerel gekild? Het is onder mij. Hij zit onderin. Hij is weg. Wat is die gozer nou aan het doen? Hij zit weer boven, hè? Hij zit helemaal boven. Vriend, echt waar. Oh my god. Vriend, alsjeblieft. Ik ga achter hem aan. Oh my god, wat een pussy. Waar gaat hij heen? Even zien. Bingo. Het is een... Is het een default? Volgens mij is het een default, jongens. Het is een default achteraan. Politie. Wij zijn van de politie, arrestatieteam. Hey, staan blijven. Je hebt die glider gestolen en die moeten we terug hebben. Oh god, ik kon niet schieten. Lekker damage, Dylan. Dat was geen hit. Politie, open up! Oh shit, ouwe. Even rust in de tent. Oh my god, geef me die minis trouwens. Kut. Oh, je kan er maar 6 stekken, dat was ik vergeten. Oh my god, tuurlijk. Oh my god. Oké, okay. Oh, oh, oh. Heerlijk, jongens, heerlijk. Ik neem even deze snel in, huppakeetje. Zo, en de slurp. Gas, wat hebben we een luk, ouwe. Oké, dat was iets te close dan ik had verwacht. Nog een slurp. Oké, wat? Okay, ik kan hier niet uitkomen, blijkbaar. Oh, hier lekker ook niet. Jongen, ik neem die slurp mee. Fuck it, dat is chill, hoor. Holy, 2 slurps naast elkaar? Wij zijn wel echt een lucky bastard, ouwe. Holy shit. Oké, kom maar door, ouwe. Holy damn. Oké, chill. Prima. Oké, jongens. Gas, ik kan echt letterlijk... Wow, ouwe. Die loot, de wapenkleurtjes, echt gewoon... Perfect, ouwe. Dit is heerlijk. Oké, 5 kills ook in de broekzak. Dat is... Ja, het is niet heel veel. Het is, weet je, het is... Prima. Oh god, die ballonnen. Daar ging je ballonnen, vriend. Kut. Dat was niet de bedoeling. Goeie vriend. Hoppakeetje. Oh, hij heeft net die trap gedorst daar, vriend. Holy shit. Oké, ik wil even die slurp weer innemen. Oké, dan nemen we toch maar die minis weer mee. Lol, what the fuck. Zo zie je maar. Weet die slurp komt hartstikke hard van pas. Alright, gast. 6 kills. Kijk eens aan. Het wordt steeds meer. Lekker. Prima, jongens. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Alright, ik heb geen idee of dit Tilda was. Zo, als je net zag, die kerel kwam ook uit de niets opgedoken. Dus wie weet komt er nog iemand aan in onze nek. Maar ik denk het niet, man. De kans is klein, laten we het zo zeggen. Kan ik dit editen? Dankjewel. Even die... Waar heb ik die minis eigenlijk gedropt? Is dat... Oh ja, hier. Chill. Let's go. Nice. Hey. 5 minis op zak. Dat is bijna max, want je kan er maar 6 deze tijden nu. Op zich is dat... kijk, ik ben er best wel een voorstander van dat je niet zoveel shield meer mee kan nemen. Want je komt echt... Iedereen die je tegenkomt heeft al shield. Iedereen. En nu verminderen ze het een beetje, dus dat is wel chiller. Natuurlijk voor jezelf, als je dan geen shield hebt, is best wel fucked up. Maar de kans om shield dus, of meer shield te hebben, is dus nu wel kleiner geworden. En daar ben ik wel fan van. Ja, als je bijvoorbeeld early game gewoon geen shield meer hebt, ja, je kan eigenlijk gewoon niks tegen iemand die wel shield heeft. Dat is gewoon een feit. Het is gewoon zo lastig dan om nog een kill te maken. Oké, weet je wat nog lastiger is? Om nu naar de safe zone te gaan. Dus we moeten even een beetje aanpoten. Ik ga even via deze ziplines proberen daar een vliegtuig te scoren. Dat zal wel even nice zijn. Met een vliegtuig kunnen we gewoon lekker makkelijk naar de safe zone. Wow, ik dacht dat het een trap was. Holy shit. Iets in mij zag daar een trap of zo in. Ik heb werkelijk geen idee, maar ik schrok me de pleuris. Holy damn. Oké, even zien. Ja, nice. Er staat nog een vliegtuig voor ons klaar. Jongens, Games for Real Airlines. Holy shit, dat wordt nu officieel een feit. Dat is mooi. Oeh, what the fuck? Een piramide, joh. Wat? Oh shit, er zit ook nog iemand. Oh! Nee! Oh my god! Yo, what the fuck? Ik no-scoped die kerel fucking mooi, jongen. Daar. Oh, ik kan het niet geloven. Ik no-scoped die kerel. Wat heeft deze gast voor loot, jongen? Shields. Yo, gouden shizzle. Ja.
Wow, ouwe. Wow, ik was helemaal geobsedeerd door die fucking piramide daar, man. Ik vond het fucking... Ja, dat is origineel gemaakt, zou ik nu zeggen. En opeens komt zo'n kerel met die zipline en ik no-scope die fan. Nou, ga toch weg, jongen. Oh, shit, ouwe. Dat was een zieke kill. Man, man, man. Dat was nog bijna ook nog close afgelopen, want die kerel had nog wel mij kunnen one-pumpen daar. Maar godzijdank heeft hij dat niet gedaan. Oh. Even mijn hart weer stil krijgen. Jeetje, 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 wat een actie. Alright, chill. Wat is dat dan? De blok? Maar het lijkt wel op een draak, joh. Ik kom daar nooit, dus daarom ziet het er heel apart uit van mij. Alright, jongens. Het is even tijd om even de rust in de tent te krijgen. Ik blijf een beetje rondtoeren in mijn vliegtuigje totdat ik iemand zie. Maar op dit moment is het nog best wel rustig. Er zijn nog best wel, ja, 12 man nog over. Dat is best wel wat nog, zou ik eerlijk zeggen. Jameson is niet al te groot. Nou, ja, redelijk wel. Heel Wailing Wood zit er nog in. Dat is nog wel een stukje. Oké, ik ga gewoon even langs vliegen bij de blok. Misschien zit er wel iemand. Holy shit, wat is dat dan? Het leek echt op een draak of zoiets van ver. Maar nu, wat is dit grote ding hier, man? Wat, oh, lol, dat ging snel kapot. Alright. Even zien. Er zijn wel mensen geweest, maar waarschijnlijk is dat early game altijd. Maar ik zie op dit moment niet echt mensen lopen hier. Ja, het is een beetje dood hier, man. Oké. Ja, ik heb geen idee, jongens. Ik blijf gewoon een beetje rondjes vliegen totdat ik iemand vind. Op dit moment zit ik een beetje aan de rand. Ik zie niet echt iemand lopen op de grond, ouwe. Waar de hel is iedereen? Ik denk misschien een beetje bij Tomato Town of... Oh, wat? Ik werd beschoten. Ja, kut. Dan zie ik het weer niet. Dan open ik net mijn map en dan word ik weer beschoten. Ja, shit, sorry. Een beetje apart dit, hè? Ik heb geen... Oh, kijk eens aan. Kijk eens aan. Ik zie daar iemand gliden. Je ziet hem daar lopen. Ding, 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 ding. Dat is toch weer een hit. En eruit, en eruit. Let's go. Easy kill. Let's go. Chill, man. Alright. Je weet maar nooit deze dagen door wat je terug wordt gehit. Die keer had bijvoorbeeld een RPG. Dat wist ik dus niet, hè? Dat rijdt. Ik neem hem niet mee, trouwens. Nee, fuck de RPG, weet je. Waarom heeft niemand echt veel hout, man? Wat de hel? Ik kill al 2 man en niemand heeft echt hout bij zich. Dat is best wel zorgwekkend, zou ik zeggen. Mijn vliegtuig, kut, is weg. No, fuck. Ik moet naar de zee naartoe. Ja, daar heb ik nu geen rekening mee gehouden. Ach, joh. 4 kampvuurtjes, jongens. Oh, shit. Hier ligt hij trouwens. Zal ik hem gewoon... Hey, fuck it. Ik ga hem gewoon meenemen. Kan ik hier wel uitkomen? Even serieus? Denk het wel. Weet het niet zeker. Fuck it. Ja, een beetje met kleerscheuren, maar het gaat wel. Huppakee, we hebben toch weer even een vliegtuigje. Huppakeetje. En we zitten alweer safe, jongens. Easy going. Oké, ik wil wel eigenlijk even ergens gaan landen, zodat ik mijn kampvuurtje in kan nemen. Ik zie daar een fight gaande. Wat is handig? Season of fight. Kijk, weet je wat ik nu heb, een beetje heb, jongens? Ik heb 8 kills. Dat is bijna 10. 10 is altijd waar ik voor ga in solo potjes. En nu is het zeg maar zo, altijd als ik ga pushen nu met een vliegtuig of ik weet niet wat, dan ga ik altijd weer dood, omdat ik weer meng in fights waar ik eigenlijk niet moet zijn. Dus ik durf niet echt die kerels te pushen, man. Wat is hier gaande? Oh, kijk eens aan. Oké, we gaan deze guy pushen. Even vliegtuigje, even... Yes, sir. En morgen, hè? Die valt! Hoe is die vriend? Morgen! Zal ik hem noscopen? Let op. Hop. Oh, shit. Vriendje, bouwt jezelf in. Dat is niet handig. Dat was niet handig, wat ik zei. Oké, okay, nice. Ik kan wel even een kampvuurtje neerzetten. Huppakee. Nou, hey. Default, I'm sorry, bro. I'm fucking sorry, man. Alright, let's go. Oké, we zitten 9 kills. Nog maar 1 kill, joh. Dan hebben we het alweer gehaald. Ik ga altijd voor de 10 kills, jongens. Altijd. Nu hebben we het alweer bijna. Waar is mijn vliegtuig, by the way? Vliegtuig, by the way? Waar is die kill? Oh, daar, chill. Nee, ik weet niet, man. Dat vliegtuigje is best wel chill om te gebruiken, gast. Gewoon heen en weer vliegen. Lekker safe in de lucht. Hij is best wel gedamaged, dus ik kan er niet al te lang in zitten. Maar ik gebruik hem nog wel even. Let's go. Let's fucking do this, mate. Oké, even zien. We gaan een beetje naar de zee toe. Dat is sowieso wel handig. Alright. Nog 7 man over, gast. Ah, dat is best wel wel eigenlijk. Ze is nog best wel groot. Nog steeds heel Wailing zit er bijna in. Dat was een hele goede zin trouwens. Heel en dan bijna. Ja, lekker tegenstrijdig weer. Alright, chill. Ik ga gewoon op die berg zitten hier. Kerel, kijk hoe mooi dat bergje erbij zit, jongen. Perfect toch. Dit is trouwens ook wel heel sick gemaakt. Oh, ik hoor een glider. Oh, je landde bijna op mijn vliegtuig, gek. Ik wil eruit. Mag dat? Dankjewel. Yo, die kerel landde vet close bij mijn vliegtuig. Oké, die zit daar. Oké, dan weten we in ieder geval waar 1 gast zit. Oké, jongens, nu is het gewoon puur afwachten waar iedereen zich een beetje bevindt. We weten sowieso dat daar iemand zit. Waar de fuck? Dat is mijn vliegtuig. Die gaat weer terug. Dat kan ook. In de achteruit. Dat is een hit. Lekker. Fuck, ik heb een launchpad, hè? Ja, oh my god.
Ik heb zelfs twee, joh. Dat was een trap. Oh, Dylan, wat ben je slow. Ik ga op deze berg zitten, jongens. Zit ook safe. Kan ik een beetje mengen met de fight hier? Ja, die kerel heb ik toch even flink geraakt al, hè. Maar wie zit op hem te schieten dan? Kanus, man. Ik kan hem net niet zien, ouwe. Wat? Er zit daar iemand ook op hem te schieten. Hij zit net achter die boom, denk ik. In ieder geval, deze kerel was wel wie. Oh, vriend. Close quarter, man. Hij heeft een heavy. Oké, ga ik even zo zitten. Oké, daar gaat die andere guy. Oké, chill. Dan weten we dat ook. Waar gaat hij trouwens heen? Hij zit achter die boom, jongens, denk ik. Of hij is doorgerend. In ieder geval ongeveer daar. Oké, dat is wel handig om te weten. Ik heb nog één large pet, dus we kunnen zo gelijk ook weer weg als dat moet. Nee. Chill, gast. We hebben perfecte high ground. Oké, het is nu een beetje van... Hij heeft ook een sniper, kijk uit. Ja, waar is die gozer heen gegaan? Ik denk dat hij voor die airdrop gaat, man. Oké, het is een beetje... Ik ga even terug. Ik ga ietsjes terug zitten, man. Ik vertrouw dit namelijk ook niet. Hier kan natuurlijk ook gewoon iemand uitkruipen. Er is weer iemand gesniped. Alright, er is weer iemand binnen. We gaan even een torentje maken. Doe ik eigenlijk nooit. Ik moet ook even met dit. Zo, let's go. Alright, kijk eens aan. Je gozers, we hebben echt de perfecte plek die er is. Je kan geen betere plek krijgen dan deze berg. Het zit safe, het zit fucking hoog. Je hebt uitzicht van hier tot Tokio. Dit is perfect, hoor. Oh, die kerel is denk ik hetzelfde van plan als wat ik aan het doen ben. Was hij net... Kan ik hem raken daar, denk je? Dat wordt lastig, hoor. Maar... Oh my god, het komt bijna. Hij piekte daar wel even snel, ouwe. Ja, die kerel heeft ook een sniper, jongens. Daar moet ik mee oppassen. Oké, het is nu gewoon een beetje saai en een beetje camperig. Maar niemand laat echt zichzelf zien. Terwijl er nog best wel gewoon 6 man over zijn, hè? Oké, Caesar moet even snel opschieten, man. Dit duurt iets te lang. Die kerel zit namelijk hier te campen. Hij snipt ook op mensen. Kijk. Oh my god. Wat een vieze kill. Wat een vieze kill. Oh shit, ouwe. Get out of here, bro. Oh my god, wat erg. Dat was zo'n fucking piekje, jongen. En ik tik hem gewoon op zijn achterhoofdje, hè. Oké, wat is de planning? Ik ga naar hem toe. Ik hoop dat hij veel hout heeft namelijk. Is dit handig? Is dit handig? Ja, fuck it. Nee, dit is niet handig. Het is niet handig. Ik zie daar iemand lopen. Kut, iemand rift ook even. Leuk. Loopt die kerel nou met een tag rond en ik mis heel mijn ammo? Doei, vriend. Die kerel had alleen een shotgun. Er glijdt iemand naar mee. Oh, die gaat daar landen. Oké, chill. Alright. 11 kills al, jongens. 11 fucking kills. Dat is heerlijk. Ja, hij gaat daar naar binnen. Ik zag hem daar naar binnen kruipen. Fuck. Ik wil even die kerel gaan looten namelijk hier. Want ik heb niet zo heel veel hout meer. Zit het ook safe? Dit zit nog safe ook. Oh, daar loopt hier ook iemand. Geen trap, geen trap. Oké, chill. Quad launcher. Altijd leuk. Woe! Yo, dat ding is zo sterk, hè. Weet je wat nog sterker is? Een shotgun, vriend. Waar zit hij? Oh, daar. Alright. Tuurlijk. Oh, dat was maar heel weinig damage. Oh, ik stootte me. Oh shit, jongens. Ik weet niet wat het is. Maar mijn cam is vastgelopen. Dat is best wel kut. Als het goed is, horen jullie mij nog wel. Oké, dit is vet awkward trouwens. Oh my god. Maar dan moeten jullie het heel even zonder cam doen. Maar dan probeer ik alsnog gewoon dit potje te winnen. Dit is vet kut, ouwe. Waarom loopt die cam vast, gast? Oké, jongens, ik ben er weer. Ik heb echt... Goh, met... Wow, dat ging bijna fout. Gevaar voor mijn eigen leven heb ik gewoon uit Fortnite gegaan om mijn cam te fixen. Ik weet niet, dat ding opeens... Ik zie dat ding vasthangen. Ik denk van, wat krijgen we nou dan? Dus ik heb het even snel nog kunnen fixen. Maar holy shit, dat was best wel gevaarlijk. Oké, er is in de tussentijd wel iemand dood gegaan. Die was daar zo. Heerlijke snipe delen. Oh, mijn snipes zijn on, ouwe. Oké, deze kerel moet ik even looten. Hij niet zo'n hout. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. Hij heeft heel veel hout. Chill, gast. Oké, er zijn nog 2 mensen naast mij over, jongens. Die grappler. Oh, ik word er nu al misselijk van. Gadverdamme. Let's go, laatste persoon. Dat is die grapper. Grapper. Dat is hij, ja. We moeten die kant op.
Easy going. 14 fucking kills, jongens. Oh my god, hier even. Hop, ik kan even een mooi. Even deze. Kills, ouwe. Holy shit. Wat een heerlijk potje was dit, gek. Holy damn. Fucking bizar wat we hebben gehit. Hoe we hebben gewonnen met 14 kills. Nog besef dat de cam vastliep en dat ik dat nog gefixt heb. Wat een chaotisch potje was dit, ouwe. Maar wel een sick, leuk potje om te spelen, jongens. Holy shit. Hopelijk vonden jullie deze video leuk, jongens. Als je de video leuk vond, vergeet dan niet zeker even op het duimpje omhoog te klikken. Dat zou super dope zijn. Kunnen we er gewoon voor de 2500 likes gaan. Dat zou super dope zijn, jongens. En vergeet ook niet zeker te abonneren. Want gaan we richting 125.000 abonnees toe. I love you all, jongens. Super dope. En jongens, check ook even mijn Instagram. Ik zie al dat er best wel wat mensen weer aan het volgen zijn. Dat zou super dope zijn. We zitten bijna op die 30k. Kunnen we het halen? Dit is mijn Instagram. Linkje staat ook in de beschrijving. Dat zou super dope zijn als je die ook uitcheckt. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later, mensen.